Goedemorgen, broeders en zusters. We gaan beginnen met zingen. En ik wil vragen of u op verzoek 235. Ik zal niet vrezen als er donkere wolken dragen. God is mijn vader en zijn oog waakt over mij. Hij kent mijn zwakheid en beschermt mij in gevaren. Ik heb de zekerheid, ik ben in zijn hand. Ik ben in zijn hand, voor nu en voor altijd ben ik in zijn hand. Hoe ook mijn toekomst zij, God heeft zijn plan met mij. Hij heeft het mij beloofd, ben in zijn hand. Al weet ik mijn toekomst niet, ik mag op hem vertrouwen. En stap voor stap, vol zorg en liefde leidt hij mij. In vast vertrouwen, waar zijn hand mij heen leidt, is het donker om mij heen, ik ben in zijn hand. En in het verleden heeft de Heer zijn trouw bewezen. Als ik zijn wil deed, baande hij de weg voor mij. En als mijn hart eens willen met Gods wil zal wezen, dan weet ik altijd weer, ik ben in zijn hand. Zingen de coupletten achter elkaar. Met zingen 290. God is mijn licht en heil. Gods trouw voor mij is wonderbaar. Hij neigt zijn oor tot mij. Hij hoort het fluisteren van mijn ziel. Hij stelt belang in mij. Ofschoon ik zijn liefde niet begrijp, zo groot, zo diep, zo wijd, vertrouw ik mijn ziel en leven toe aan zijn volmaakt beleid. Want Gods trouw is wonderbaar.
Gods trouw voor mij is wonderbaar. Vast ligt voor mij zijn plan. Hij leidt mij veilig, ook wanneer mijn hart soms twijfelen kan. Zijn liefde maakt mij vrij van stress. Verblijft mij, ik ben zijn kind. En als muziek klinkt mij zijn stem, want ik weet dat hij mij leidt. We zingen de couplet achter elkaar. Zegende dienst toe. Goedemorgen allemaal, fijn dat u er bent en ik wens u allemaal een gezegende dienst. Dat wens ik ook aan hun die later zullen luisteren. Ik geef u voor nu enkele aankondigingen. Aanstaande dinsdagavond hebben we weer dien. En aanstaande zondag is er een regionale gebedsontmoeting vanuit de regio in Vlaardingen. U heeft van de week allemaal een mail gekregen en als u het niet precies weet, u kunt altijd nog even vragen. Dan liggen er achter op de tafel een briefje met het aanvragen voor de kerstpakketten. Dus als u denkt van ik kan iemand voor de kerst daarmee een plezier doen, dan kunt u zo'n kerstpakket aanvragen. En vorige week hadden we een vrijwillige verkoop. Althans, we konden vrijwillig een bijdrage geven. En die vrijwillige bijdrage heeft toch wel even €274,35 opgebracht. Lieve mensen, ja, dat is een applaus waard aan uzelf. Ik ben daar God heel dankbaar voor, dat we dat voor het werk van de Heer hebben kunnen doen, hè? Goed, dan hebben we nog de bloemen. Riet, brigadier, die gaan vandaag met jou mee. Gewoon omdat we het nodig vinden om jou vandaag de bloemen mee te geven. Dus de bloemen zijn vandaag voor jou. Mag jij er lekker van genieten. Volgende week staat de dienst onder leiding van Lutine van mij. En nu gaan we graag naar envoy Tine de Bruin luisteren. Goedemorgen allemaal. Wat fijn om weer eens een keertje in het mooie korps van Dordrecht te mogen zijn. Dat is alweer eventjes geleden. En toen ik vanmorgen hier naartoe reed, toen dacht ik, wat is het toch bijzonder dat de Heer ons iedere week weer een zondag geeft, apart gezet van alle andere dagen, om dicht bij Hem te zijn. En ik weet niet hoe het u of jullie vergaat, maar in deze tijd waar zoveel dingen die we niet kunnen begrijpen, die we niet kunnen bevatten, van over de hele wereld op ons afkomen,
heb ik er behoefte aan om zondag met mijn geloofsgenoten dicht bij de Heer te zijn. Om ja, woorden van bemoediging te horen, om woorden van troost tot me te nemen die mij opbouwen en door het leven dragen. En toen dacht ik, ik wil vanmorgen de samenkomst beginnen met hele krachtige woorden. En dan wil ik tegen u zeggen dat onze hulp en onze verwachting komen van God, onze Heer. En ik vind het zo'n krachtige boodschap dat Hij nooit los zal laten dat wat zijn hand ooit geschapen heeft. Hoe de wereld er ook uitziet, Hij houdt haar vast in handen. Daar geloof ik in en daar wil ik op vertrouwen. Genade en vrede van God, onze Vader. Door Jezus Christus, zijn Zoon Immanuel. Hij woont met zijn geest in ons. Halleluja. Amen. We gaan met elkaar een prachtig lied zingen uit onze bundel. En dat is lied 14. En in dat lied zingen we: bewondert uw werken. En dan komen we al een klein beetje bij het thema dat vanmorgen over kijken en zien zal gaan. En dan bewonderen, dat betekent dat je ergens heel goed naar kijkt. Maar ja, als je dan goed kijkt, wat zie je dan? En kijk je wel goed? Nou, uitzien naar die kracht van God. Ik geloof erin, als je goed om je heen kijkt, ja, dat je het dan kunt zien en ervaren. We zingen met elkaar lied 14. Weer in. Goddelijk kijken. Er zijn blinden die dat kunnen en er zijn zienden die daar moeite mee hebben. Weg met de zwakken, dat is niet goddelijk gezien. Weg met de vreemdeling, niet goddelijk gezien. Leven ons eigen ras en ons eigen volk, niet goddelijk gezien. Weg met stille overgave, niet goddelijk gezien. Leven prestatie en prestige, niet goddelijk gezien. Maar te midden van de oorlog de vrede zien dagen, dat is goddelijk gezien. In doffe wanhoop
de belofte blijven zien. Dat is goddelijk gekeken. In duistere nacht blijven turen naar levenslicht. Dat is goddelijk gezien. In de vervuilde stad van de mens. Het begin kunnen zien van de stralende stad van God. Dat is kijken, zegt de schrift, zoals God kijkt. Nou, dat willen we vanmorgen gaan proberen met elkaar. Natuurlijk gaan we dat niet doen zonder dat we met hulp van lied 87, ik wil u zien Heer, samen gebeden hebben. En het is zo'n vraag, vaak een vraag in mijn hart. Ik wil u zien Heer, en ja, in alles wat er in de wereld gebeurt, u misschien ook, dan vraag ik me zo vaak af, Heer, waar ben u nou? Waar is in dit alles iets van u te zien? Maar dat betekent dat ik me veel te veel richt op mezelf, op mijn eigen vragen, op mijn eigen denken. Ik geloof erin dat als we werkelijk onze ogen en ons hart open hebben, dat overal iets van Gods licht en liefde te vinden valt. Maar laten we lied 87 opzoeken. Dat prachtige lied, ik wil u zien Heer. Naar u luisteren en ik wil ook begrijpen wat u doet in mijn hart. Wat betekent het nou dat ik met u onderweg ben in mijn leven? Maar uw hand rust op mij en die brengt heling als ik mij tot u richt. Laten we dat lied zingen met elkaar en misschien is het dan iemand, of meerdere, die een zegen willen vragen over de dienst van vanmorgen. U zingt. Dank u wel, Heere God, trouwe Vader, dat we vanmorgen hier in alle rust in uw huis aan uw voeten mogen zijn. Heer, en we hebben het opgezongen. Ik wil u zien. En dat is het verlangen van ons hart. Maar dan moeten we ook bekennen dat er zoveel dingen zijn, dat is ook net gebeden, die dat zien van u in de weg staan. Heer, help ons vanmorgen. Leer ons weer een beetje meer om dichter bij u te zijn, Heer. Leer ons om naar u te kijken, naar uw licht. Heer,
leer ons te kijken zoals Jezus keek. Zo ja, willen we de samenkomst ingaan. Heer, zegen ons als we zo bij elkaar zijn. En ik wil u ook een zegen vragen voor iedereen die hier vanmorgen niet kan zijn. Misschien ja, omdat ze iets anders te doen hebben, ergens anders nodig zijn. Heer, misschien omdat ze ouderdom een rol speelt of dat iemand ziek is. Heer, maar wees u ook voor ja, bij iedereen die hier liever niet meer wil zijn. Heer, houd ook hen vast. Ga zo met ons mee de samenkomst in, Heer. En zegen wat hier vanmorgen gezegd, gespeeld, gezongen en gelezen zal worden. En dat het mag zijn tot opbouw van uw koninkrijk, Heer. Hier in ons midden, dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Amen. Hebben jullie lekker geslapen vannacht? Een uurtje langer? Dan denk ik dat jullie allemaal hartstikke wakker zijn. En ik heb iets meegenomen. Ja, daar staat hij al. Wat zien jullie? Een man met een baard. Even één tegelijk. Een vrouw wordt er geroepen. Een vrouw met een kind in haar arm. Ja. Dit is geschreven of geschilderd door Odano Ocampo. En dat is een Portugees. En deze meneer noemt dit schilderij de familie van de generaal. En ze noemen dat ook wel een ambigue schilderij. Dat betekent dat het een schilderij is, ja, waarin je in het eerste gezicht naar het hoofd van die man wordt getrokken. Maar als je goed kijkt, dan zitten er 9 andere figuren in datzelfde schilderij. Ja, ik denk dat het hondje ook meetelt. Dat stond er niet bij. Ik denk het wel. Dat is de huishond. Die hoort er ook bij. Maar ook, zeg maar, linksboven, bij de onder de vogel, ook daar zit een gezichtje. Ja, dat zijn ook 3 gezichtjes. 1 in het midden, 1 links en 1 rechts. Aan de rechterkant van de boog zie je ook nog een gezichtje. Het oor van de man is een vrouw met een kindje. De neus van de man is een wijngaardenier. Stond er, hoe bijzonder is dat? Dus dan denk ik, het gaat er eigenlijk om dat je ziet iets, maar als je nou een beetje langer kijkt of een beetje anders kijkt, soms een stapje terug doet en nog eens een keertje kijkt, dan zie je soms hele andere dingen als die je ja, in eerste instantie zag. En is het schilderij misschien niet wat je in eerste instantie dacht dat het was. Bijzonder, hè? Ja, ik dacht dat wil ik jullie graag eens laten zien. Als we nou vandaag met elkaar zometeen ook uit de Bijbel gaan lezen over een verhaal wat alles te maken heeft met kijken en zien. Dacht ik, nou, misschien is het leuk om jullie even ja, met iets anders een beetje bij de les te halen. Ja. Nou, dan gaan we natuurlijk lezen uit de Bijbel. Want ja, dat plaatje van de familie van de generaal is prachtig en dat mag er ook zijn. Maar ja, we zijn natuurlijk nergens zonder dat we gelezen hebben uit de Bijbel. En dat we horen hoe de Heer Jezus nou omgaat met zien en kijken en wat wij daarvan kunnen leren. Het eerste gedeelte van de schriftlezing wil ik graag voor u lezen. En daarna neemt Eduard ook nog een stukje voor me waar. Want ja, u moet de hele ochtend al naar mij luisteren. En het is wel fijn als een ander dan ook eventjes een stukje waarneemt. Nou, het is een heel bekend verhaal wat ik voor u ga lezen. Uit het evangelie van Johannes. En dan ga ik lezen in het hoofdstuk 9. En ik lees voor u de versen 1 tot en met 16. En het is het verhaal van de genezing van een blind geboren man. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. En zijn leerlingen vroegen: Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij werd geboren? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht,
En dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. En na deze woorden spuugde hij op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder en hij streek die op de ogen van de blinden. En zei tegen hem, ga naar het badhuis van Siloam en was u daar. Siloam is in onze taal gezondene. De man ging weg, waste zich en toen hij terugkwam, kon hij zien. Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden, is dat niet de man die altijd zat te bedelen? En de een zei, ja, die is het. En de ander, nee, maar hij lijkt er wel op. De man zelf zei, ik ben het echt. En toen vroegen ze, hoe zijn je ogen open gegaan? En hij zei, iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei, ga naar Siloam om u te wassen. En ik ging erheen en toen ik me gewassen had, kon ik zien. Ze vroegen, waar is die man? Dat weet ik niet, zei hij. Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de Farizeeën. De dag dat Jezus modder gemaakt had en zijn ogen geopend had, was namelijk een Sabbat. Ook de Farizeeën vroegen hoe het kwam dat hij weer kon zien. En weer vertelde hij, hij heeft wat modder op mijn ogen gedaan en ik heb me gewassen en nu kan ik zien. Sommige Farizeeën meenden, zo iemand komt niet van God, want hij houdt zich niet aan de Sabbat. Maar anderen zeiden, hoe zou een zondig mens zulke wonderen tekenen kunnen doen? Er ontstond verdeeldheid. Tot zover het eerste gedeelte van de schriftlezing. Nou, we lezen hoe Jezus dat leven van die man totaal verandert door wat modder op zijn ogen te doen, te zeggen, ga naar Siloam, was je. Moet je je voorstellen wat een impact dat heeft. Die man is in vertrouwen gegaan, daar waar Jezus hem gewezen had. Hij spoelt die modder van zijn ogen en je kan weer zien. Als je nog nooit van je leven gekeken hebt, dan denk ik, wat een levensveranderende ingreep is dat geweest. Wat een wonder. We gaan, voordat we naar het tweede gedeelte van dit verhaal gaan, eerst lied 134 zingen. Geef aan Jezus ere. Het is een lied wat veel voor me betekent. Ik heb in het verleden heel veel mogen leren van onze lieve majoor Colijn, die bij de Heer in de hemel is. En dit was een van haar lievelingsliederen. Het was om het verlorene te redden. Het zijn wat ouderwetse woorden misschien, maar het was om dat wat verloren leek te redden. Dat Jezus kwam op aarde, zichzelf voor ons ten offer gaf en ons vaders liefde verklaarde. En toen dacht ik, dat was precies wat Jezus deed bij die blindgeboren man. Hij kwam om het verlorene te redden. Nou, ik zou dat graag met u willen zingen en daarna luisteren we voor het tweede gedeelte van de schriftlezing naar Eduard.
En dan gaan we luisteren hoe het verder ging met deze blindgeboren man die nu weer kon zien. Precies, we hebben het al eerder over de fariseeën gehad. Dat er allerlei groeperingen waren, ook in het onderwijs dat ze kregen. En dat ze altijd gesprekken zochten, discussies met elkaar. En hun verschillende interpretaties met elkaar gingen vergelijken. Maar hier zat er denk ik wat anders achter. Het wordt in de loop van het verhaal duidelijk. Waarom gingen ze nou doorvragen? Ze zeiden namelijk tegen die man: wat denk jij van die man? Het zijn immers jouw ogen die hij genezen heeft. Hij is een profeet, was zijn antwoord. Maar de Joden wilden niet geloven dat hij blind geweest was en nu kon zien. Dus toen riepen ze zijn ouders en vroegen hun: is dat uw zoon die blind geboren zou zijn? Hoe kan hij dan nu zien? Dat is onze zoon, zeiden zijn ouders. En hij is blind geboren, dat weten we zeker. Maar hoe hij nu kan zien, dat weten we niet. En wie zijn ogen geopend heeft, weten we ook niet. Vraag het hem zelf maar. Hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken. Dat zeiden zijn ouders omdat ze bang waren voor de Joden. Omdat die toen al besloten hadden dat ze iedereen die Jezus als Messias zou erkennen uit de synagoge zouden zetten. Daarom zeiden zijn ouders dus dat hij oud genoeg was en dat ze hem zelf moesten vragen. Toen riepen ze de man die blind geweest was weer bij zich. Geef God de eer, zeiden ze. Die man, daar bedoelen ze Jezus mee, is een zondaar, dat weten we toch. Of hij een zondaar is, weet ik niet, zei hij. Maar één ding weet ik wel. Ik was blind en nu kan ik zien. En ze drongen aan: wat heeft hij met je gedaan? Hoe heeft hij je ogen geopend? Dat heb ik u toch al verteld, zei hij. Maar u luistert niet. Wat wilt u nog meer horen? Wilt u soms leerling van hem worden? Nu vielen ze tegen hem uit: je bent zelf een leerling van hem. Wij zijn leerlingen van Mozes. Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft, maar van deze man weten we niet eens waar hij vandaan komt. De man antwoordde: wat vreemd dat u niet begrijpt waar hij vandaan komt, terwijl hij mijn ogen geopend heeft. We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet. Dat de ogen van iemand die blind geboren is geopend worden, dat is nog nooit vertoond. Als die man niet van God kwam, zou hij dit toch niet hebben kunnen doen? Toen riepen ze: jij, sinds je geboorte een en al zonde, wil jij ons de les lezen? En ze joegen hem weg. Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg: gelooft u in de Mensenzoon? Als ik wist wie het was, zou ik in hem geloven, zei hij. U kijkt naar hem en u spreekt met hem, zei Jezus. Toen zei de man: ik geloof, Heer, en hij boog zich voor Jezus neer. Jezus zei: ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien, en zij die zien, zullen blind worden. Een paar fariseeën die bij hem stonden en dat hoorden, zeiden: wij zijn toch zeker niet blind? Was u maar blind, zei Jezus. Dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, dus blijft uw zonde. Tot zover de lezing uit Gods woord. Over kijken, zien en begrijpen wat je ziet. Ik zat vanmorgen in de auto, Grace zat al op de achterbank en we waren onderweg naar Ineke. Ik zeg: kijk eens, die regenboog vanmorgen. Hebben jullie hem gezien? Alle kleuren, prachtig. Ja, zo, dat heb je als je in Dordt woont misschien. Jullie net niet. Het was echt geweldig. En toen zei Grace:
wat betekent dat ook alweer? En toen raakten we in gesprek en de conclusie was: de Heere God houdt zijn schepping vast. En hij is de enige die bepaalt hoe het verder gaat. Wat er ook in de wereld gebeurt, al die onrust en die ellende waar we over horen, dat is onze zekerheid. En we werden daaraan herinnerd door het zien van die regenboog. We gaan zingen met elkaar, lied 173. In de schrift heeft God zijn woord tot ons gesproken. Zie, ik maak alles nieuw. Wat een heerlijk uur als het aardse wordt doorbroken, het hemelse wordt gezien. Zie, ik maak alles nieuw. Wondere belofte die straks wordt vervuld. Zie, ik maak alles nieuw. We zingen de drie coupletten. Naar het schilderij gekeken van ja, als wij naar iets kijken, is dat dan het enige wat we zien of is daar meer in te zien? En ik heb nog een filmpje meegebracht waar we zo meteen naar gaan kijken. En daar ziet u twee teams. En er wordt een spel gespeeld. Het zijn twee teams die aan het, ja, een soort basketballen zijn, die gooien de bal naar elkaar over. Er is een team met allemaal zwarte t-shirts en er is een team met allemaal witte t-shirts. Denk je, dat is misschien best makkelijk, maar in de praktijk blijkt het nog wel lastig te zijn en moet je goed opletten. En dan zou ik aan u willen vragen, kunt u tellen hoe vaak dat witte team nou die bal naar elkaar overgooit? Het filmpje is maar heel kort, dus je moet goed opletten hoe vaak gooit het witte team de bal naar elkaar over. Hij mag aan. This is a test of selective attention. Count how many times the players wearing white pass the basketball. Daar komt ie. Het witte team. How many passes did you count? Hoe vaak? The correct answer is 15 passes. Mag je even stoppen? But did you see the gorilla? Ja, het was 15 keer. Heeft u ook de gorilla gezien? Yes.
is echt zo. Dus als je ergens op gefocust bent, kan er zomaar op een andere plek iets gebeuren en je hebt er geen erg in. Laten we maar even verder kijken. Hij mag verder. Hij was al echt. Nou, bijzonder. Zeg, het is een filmpje wat stamt uit de jaren 90. Dat is gebruikt voor een wetenschappelijk onderzoek. En het is sindsdien best wel bekend. Dus ik dacht, misschien zijn er wat mensen die het al eerder gezien hebben. Nou, dan denk ik, u begrijpt wel dat je even mak houdt. En dan kan iedereen op zijn gemak naar kijken. Maar zo gaat het dus in de praktijk. Je krijgt een opdracht. Heb ik u natuurlijk wel stiekem een klein beetje gestuurd door de nadruk op het witte team te leggen. Maar zo erg kun je dus op het ene gericht zijn dat iets wat helemaal niet ver daar vandaan gebeurt, je toch ontgaat dat je dat niet ziet. Ik zie wat jij niet ziet. Of misschien moeten we elkaar de vraag wel eens stellen. Wat zie jij? Nou, daar gaan we straks verder over nadenken. Ik denk dat er ook een bijdrage is van het muziekkorps, ja. Natuurlijk willen we ook naar hen heel graag gaan luisteren. Het muziekkorps speelt voor u de melodie van lied 36 en daarvan geef ik u het vierde couplet. Zie hoe de schepper van het heelal al zijn macht ons openbaart. Hij plaatst de mens in het goddelijk kracht, in het goddelijk licht die hem als Heer aanvaardt. Dankjewel, muzikanten, voor jullie mooie bijdrage. En wat dapper dat ze hier zitten. Er was geen pianist, begreep ik, vanmorgen. Maar nou, ik ga niet zeggen dat we die niet missen. Maar als we jullie horen, dat maakt zoveel goed. Dankjewel dat jullie zo trouw, denk ik, hier je partij spelen. En het voor ons zo fijn maken om te kunnen zingen. En dan denk ik altijd maar weer, wat een prachtige beelddrager van Gods liefde. Van wat God doet in een mensenleven. Kan muziek zijn als je geen woorden hebt. Dank jullie wel daarvoor. Het moment van de collecte, dat hoort er ook bij. Mag ik ook bij u aankondigen. En ik denk dat dan degenen die daar verantwoordelijk voor zijn, wel weten wat er nu moet gebeuren. Geloof ik in, zo werkt God ook. Dit was een lied toen wij getrouwd waren. Ik ging met mijn man mee naar de kerk en toen kwam ik terecht in een koor dat zong. En
ja, daar is bij mij eigenlijk dat geloof, mijn geloof mee gaan leven. En dit was een van de eerste liederen die ik met dat koor heb leren zingen. Ja, en dat koor is opgehouden te bestaan en toen ben ik op zoek gegaan naar een ander koor. Ja, en toen kwam ik langs wat zijwegjes, kwam ik terecht bij Expression en dat heeft mij in het leger gebracht. En dan denk ik, wat bijzonder om nu zomaar spontaan een lied uit die tijd nog even terug te horen. Er is een Heer, ja, dan denk ik, dank je. Heer, dank dat er een Heer is en dat we een Heer hebben waar we ons in deze woelige tijd aan vast mogen klampen. En een God die ons leert kijken met de ogen van Jezus, dat denk ik. Geweldig is dat. Ik zou graag met u een moment van gebed willen beleven, van voorbeden. En dan denk ik, er gebeurt zoveel in de wereld. En ja, misschien denk je wel, ja, moet ik nou bidden? Bent u eigenlijk wel hier? Waar bent u in al deze narigheid? Maar dan denk ik, laten we dicht aan Jezus voeten zijn. Laten we maar gewoon zeggen, Heer, we hebben niet zoveel woorden misschien om te zeggen. Ik weet niet zo goed, mijn hart lijkt soms wel een beetje leeg als ik al de verdriet en ellende zie. Maar dan denk ik, ook in een gebed waar we zeggen, Heer, ontferm u. Of Heer, laat de wapens zwijgen. Laten we samen een moment van voorbeden beleven. Er is een prachtig lied wat ons daarbij wil helpen. En dat is lied 179. En ik denk, dat mag je aan vasthouden. Dat zegt, ik heb de Heer aan mijn zij. En misschien zing je dat ja, gewoon zo weg, want je hebt het al heel vaak gezongen. Maar ik heb de Heer aan mijn zij. Dat betekent dus dat je het niet alleen hoeft te doen. Dat je er niet alleen voor staat. Hij is er altijd bij. Als je gaat met God, dan is Hij er altijd bij. Ik heb de Heer aan mijn zij. En dan zingt het al. Hij maakt mogelijk wat zonder Hem niet gaat. Maar samen met Hem kan ik het wel. Zonder Jezus, mijn Heer, mis ik het zicht. Daar heb je het weer, dat kijken, dat zien. Mis ik het zicht op de waarheid telkens weer. Maar Hij wil het mij duidelijk maken. Laten we het eerste couplet zingen en laten we dan met elkaar bidden voor, nou ja, wat of wie, als dat je ook maar op je hart hebt. Ik heb de Heer aan mijn zij. Hij is alles voor mij. Hij maakt mogelijk wat zonder Hem niet gaat. Zonder Jezus, mijn Heer, mis ik zicht telkens weer. Op de waarheid die Hij mij openbaart. Wij bidden heel vaak van mensen met problemen. En dat is ook nodig. Maar ik mag u ook bidden, Heer, voor een zegen. Voor diegenen die vandaag jarig zijn. Maar ook in de afgelopen periode of misschien in de komende week. Heer, ik heb deze week
verjaardagen mogen vieren met familie, met vrienden. En ook vandaag denk ik aan iemand die pas zijn moeder is verloren. En nu voor het eerst een verjaardag zonder haar viert. Wilt u daar zijn, Heer, waar verdriet is, waar vreugde is. Geef hen ieder wat ze nodig hebben. U kent ze bij naam. U weet wat er in hun hart leeft. Ontferm u over een ieder en zegen ze. In Jezus' naam. Amen. Trouw Vader, dank u wel dat we zo met alle dingen die ons bezighouden aan uw voeten mogen komen. Heer, en soms is het zoveel dat we er nauwelijks woorden kunnen vinden. Heer, ik wil u vragen, ontferm u over uw wereld. En we zijn er de samenkomst ook mee begonnen, Heer, met uit te spreken dat we onze hulp en onze verwachting alleen maar koesteren van u, Heer. Zoveel dingen die we niet begrijpen, maar we willen erop vertrouwen dat u onze wereld vast en veilig in uw handen houdt, Heer. En dat u naar ons omziet. Heer, help ons dan maar om ons hart en ons ogen en onze oren op u gericht te houden. Heer, dat we daadwerkelijk kunnen zien waar u bent om ons heen. En ik geloof erin, Heer, dat u met uw geest ons dat aanwijzen wil. Ons dat wil laten merken, laten voelen, laten zien. Heer, om het niet voor onszelf te houden. Maar op zoveel plaatsen waar het donker en duister is, iets van uw licht te brengen. Iets van uw liefde te laten voelen. Heer, want hoeveel als dat er ook oorlog gevoerd wordt over de hele wereld. Ik wil erin blijven geloven, Heer. En helpt u mij er alstublieft bij. Dat liefde sterker is dan haat. Daar waar haat en bommen alles kapot maken, Heer. Geloof ik in de kracht van liefde, van uw liefde. Die in staat is om te helen, om te genezen, om te troosten. En om liefde te brengen. Heer, help ons dan maar om vanmorgen uw liefde te kunnen ontvangen in ons eigen hart. Om op die plekken die dicht bij ons zijn, of misschien verder weg, iets van uw licht en liefde te kunnen brengen, Heer. Zodat mensen nog steeds geloven in u en dat er hoop is voor de toekomst. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Laten we dan als afsluiting van dit moment het tweede couplet zingen. En dat vind ik zo mooi. Ik heb de Heer aan mijn zij. Hij is alles voor mij. En dan, hij versterkt mijn geloof. Hij is het die het doet. Ik twijfel niet. Nou, dat denk ik misschien wel eens een beetje. Maar hij helpt je om er overheen te komen. Zo met Jezus dicht bij mij ben ik van levensangst vrij. Ik rust in hem. Ik heb er vertrouwen in dat hij, wat de toekomst ook brengt, bij mij is. En dat het goed zal zijn. We zingen het tweede couplet met elkaar. Ik heb de Heer aan mijn zij, hij is alles voor mij. Hij versterkt mijn geloof, ik twijfel niet. Zo met Jezus nabij, ben van levensangst vrij. Rust in hem. Krijgt je leven ook waarde en zin en is er zoveel om uit te delen. Wat zie je? Daar gaan we vanmorgen met elkaar over nadenken. Wat zie je? Heb je oog voor Gods werk door Jezus? Nou,
U heeft vanmorgen geluisterd naar het verhaal uit het Johannesevangelie. En in eerste instantie gaat dat over letterlijk zien. De letterlijke betekenis van dat woord. Een blinde man die door een wonder dat Jezus doet, weer kan zien. En Jezus die zegt, ik ben het licht voor de wereld. En dat gebeurt ook letterlijk. Hij brengt licht in de ogen, maar ik denk ook vooral in het leven van die man. Maar er gebeurt nog meer. Dat wonder dat Jezus doet, zet de mensen als het ware aan het nadenken over de manier waarop ze kijken. Zien ze echt wel alles wat er gebeurt? Of is er misschien zo hier en daar nog een blinde vlek? Ze zien Jezus. Ze zien hem staan. Maar zien ze dan ook echt wie hij is? Zien ze hoe God werkt in dat leven van die blindgeboren man? En hoe kan dat dan? Nou, vanmorgen gaat het om dit soort vragen. Wat bepaalt nou ons kijken waar het gaat om ons geloof? En waar zijn wij op gericht? En zou het misschien zo kunnen zijn dat er dingen vlak voor je of om je heen gebeuren, die je dan toch niet ziet? We lezen, nadat dat wonder heeft plaatsgevonden, hoe de buren en de kennissen van die blindgeboren man in contact met hem komen. En dan blijkt dat ze hem niet herkennen. En dan denk ik, dat is toch apart? Het zijn niet zomaar willekeurige voorbijgangers. Dan denk ik, zijn buren, nou die kan me zo voorstellen als de man blind was, dat ze misschien wel eens een boodschapje voor hem gedaan hebben. Of een huishoudelijk karweitje. En nu kan hij zien en ze herkennen hem niet meer. En dan zijn er een paar die hem wel herkennen. En de anderen zeggen vol overtuiging, nee joh, nee hij lijkt er wel op, maar nee hij is het echt niet. En dan vraag je je af, hoe is dat nou toch mogelijk? Nou, ik kan u vertellen, een aantal weken geleden, ik ben wijkverpleegkundige als ik niet voor het leger aan het werk ben. En ik moest, als envoitine ga ik wel eens voor in het korps van Maassluis. En ik werk als wijkverpleegkundige in het kleine dorpje Maasdijk, dat tegen Maassluis aan ligt. En ik moest, tot mijn verrassing, naar een mevrouw waarvan ik wist dat ze bij korps Maassluis hoorde. Dus ik was eigenlijk vol, ja, ik ging er vol goede moed naartoe, want ik dacht, goh, dan hebben we nog een leuke ontmoeting. Dus ik fietste daar naartoe, ik bel aan en ik doe de deur open en ik verwacht dat ze gelijk tegen me begint te kletsen. En ze steekt haar hand uit en ze herkent me helemaal niet. Ik had dus niet mijn uniform aan, ik was in mijn spijkerbroek en ik had mijn buurtzorgpolootje aan. En nou, mijn haar zat misschien ook van het fietsen niet zo helemaal netjes als op zondag, maar ze herkende me dus niet. Terwijl ik in het korps van Maassluis een aantal heel fijne gesprekken met haar heb gehad. Maar ze herkende me niet als envoitine van het leger. Want ja, dan zie je er toch een beetje anders uit. En eigenlijk is wat in Johannes 9 gebeurt, wat we gelezen hebben, net zo'n soort verhaal. De mensen kennen die man eigenlijk alleen maar als die blinde bedelaar. En nu hij ziend en rechtop voor ze staat, klopt dat niet meer bij dat beeld wat ze van de man hebben? En ze zeggen, nee hoor, nee, heel zelfverzekerd, hij is het niet. Die buren hebben als het ware die man zo soort vereenzelvigd met zijn blindheid, dat als dat kenmerk van blindheid wegvalt, ze geen idee hebben wie die man nou is. En daarmee doen ze de man tekort, want natuurlijk is die man veel meer dan alleen die blinde bedelaar. En toen ik daarover nadacht, dacht ik bij mezelf, maar ze doen ook zichzelf daarmee tekort. Ze lopen dat wonder van die genezing van deze man, wat recht voor hun ogen gebeurt, eigenlijk mis. Door hun, beperkte beeldvorming en het stigma wat ze die blinde man opgeplakt hebben, zijn ze blind geworden voor het werk dat God doet door deze man heen. Wat een wonder dat God verricht in het leven van die man. En ik denk dat dat het eerste is wat dit wonderteken uit het evangelie van Johannes 9 ons wil leren. Dat het beeld, dus de buitenkant,
ja, wat wij van iemand zien, dus ook stuurt wat je ziet, maar dus ook wat je niet ziet. Zodra als dat we iemand ontmoeten die we nog nooit eerder ontmoet hebben, zijn we zo geneigd om snel een stickertje op iemand te plakken. Denk, oh, dat is die lange man die altijd linksvoor in de zaal zit. Of, oh nee, dat is dat jonge meisje met dat bijzondere geverfde haar die altijd een beetje daar in het midden zit. We duwen daarmee mensen als het ware in een bepaald hoekje. Dat is die man die altijd zoveel praat. Of die vrouw die het altijd beter weet. Hoe vaak gebeurt het niet dat je blind staat op een uiterlijk kenmerk van iemand, waardoor je helemaal geen oog meer hebt voor wie die mens nou eigenlijk achter dat ene kenmerk is. En het verhaal van Johannes vanmorgen laat ons zien dat je daardoor dus ook blind kan worden voor dat wat God doet in het leven van die persoon. God wil zo graag iets van zichzelf laten zien door het leven van de mensen om je heen. Zoals hij iets van zichzelf wilde laten zien door het leven van deze blindgeboren man. Maar als je dan zelf niet open staat voor de mensen om je heen, hoe zou je dan ooit iets van Gods aanwezigheid in het leven van die persoon kunnen zien? Ik denk dat dat er heel erg toe doet hoe je in je geloof naar mensen kijkt. Openstaan voor de mensen die je tegenkomt onderweg in je leven is voor mij een must om iets van God te kunnen zien. Niet alleen maar je eigen beperkte beeldvorming van je, ja, van de mensen om je heen kan een blokkade zijn om iets van God te zien. Want ik denk dat er nog iets is waardoor je God in dit leven soms eigenlijk niet meer zo goed kunt zien. En dat is je geloof. En dan denkt u, kan dat nou? Ja, u hoort het goed. Je geloof in God kan een reden zijn waardoor je het werk van God in deze wereld niet opmerkt. Want ja, we zijn geneigd om mensen in een hokje te duwen. Maar hoe vaak zijn we niet geneigd om God in een hokje te duwen? En dan het liefst ons eigen hokje, wat ons het beste past. En dan komen we aan bij de farizeeërs in dit verhaal. Dat is de tweede groep mensen die aan het woord komt. Nou, farizeeërs, dat weet u denk ik allemaal wel, dat waren hele gelovige mensen die heel erg hun best deden om hun geloof in de praktijk te brengen en er zoveel mogelijk naar te leven. Maar tegelijkertijd is hun geloof ook behoorlijk dichtgetimmerd met allerlei eigen regeltjes en eigen ideeën. Zo vonden ze die Sabbatsheiliging verschrikkelijk belangrijk. En misschien zou je het een beetje kunnen vergelijken met de Zondagsheiliging zoals dat die in sommige kerken in Nederland nageleefd worden. 613 voorschriften maar liefst over wat je allemaal wel en niet mag op de Sabbat. En ze waren zo gefocust op het controleren of iedereen zich daar wel aan hield, dat ze nergens anders oog meer voor hadden. Een beetje zoals die gorilla die dan door dat beeld liep. Ze hebben geen idee wat er daarnaast nog gebeurt. De wet van Mozes, dat is waar zij zich op focussen. Maar ze vergeten daarbij te kijken naar God zelf. En zo'n wonder als die blinde man overkwam, dat past voor hun totaal niet in het beeld wat zij hebben van God. Dat de man blind was, dat werd gezien als een straf van God. Hij, of anders zijn ouders wel, nou die moesten ergens echt een zonde begaan hebben. Want anders was die man niet blind geboren geweest. En toen dacht ik, als je nou zo'n beeld van God hebt, dan is er in zo'n beeld toch helemaal geen ruimte voor een God die een blind geborene geneest en laat staan op de Sabbat. En ziet u wat er dan hier gebeurt? Juist dat hun geloof in God maakt die farizeeërs blind voor God. Hun eigen beeldvorming stuurt wat zij zien van God. En dan moet je tot de slotsom komen dat dat eigenlijk maar bedroevend weinig is.
die God geneest. Geen blind geborene en al helemaal niet op de Sabbat. En daardoor zien ze God niet. Al staat hij in de persoon van Jezus. Nou, gewoon recht voor hun ogen. Hun eigen geloof is een blokkade geworden om iets van God te kunnen zien. En dat is de tweede les in dit verhaal. Je beeldvorming van God, je geloof, stuurt dus wat je ziet, maar ook wat je niet ziet. En ik denk dat dat een confronterende conclusie is. Je beeldvorming van de mensen om je heen en je beeldvorming van God, die samen dat sturen wat je van Gods werk in de wereld om je heen kunt zien. En ze kunnen allebei dus een blokkade zijn of een obstakel, waardoor je God niet meer ziet. En waardoor je ook die bijzondere dingen die God in het leven van doodgewone mensen, zoals u en ik doet, niet meer opmerkt. En mijn vraag vanmorgen is, hoe kijkt u nou naar mensen? Hoe kijkt u naar God? Ik denk dat dit Bijbelgedeelte ons vanmorgen die vraag stelt. Sta je open voor de mensen om je heen? Sta je überhaupt open voor God? En dat gaat niet vanzelf. Ik denk dat je daar soms heel bewust moeite voor moet doen. Je moet bereid zijn om jouw eigen beperkte visie en mening even opzij te zetten. Om eens te luisteren naar de mening of de visie van een ander. En dat is niet altijd makkelijk. Moet weer even denken aan Major Colijn. Die heeft me ooit uitgelegd. Tine, en je geloof in God. Dat is iets als een prachtige, glinsterende diamant die in ons midden hangt. En u weet, een diamant, daar schittert het licht aan alle kanten van af. Daar zitten heel veel vakjes op. U kijkt er vanaf uw kant tegenaan. En ik vanaf mijn kant. En dan kan het zomaar zijn dat je naar hetzelfde kijkt. En je toch allebei iets verschillend ziet. Deel dat met elkaar. Hoe kijk je naar mensen? Hoe kijk je naar God? Hoe stap je misschien over je eigen beperking heen? Ik denk dat wat het beste helpt is naar Jezus te kijken. Kijk bij alles wat je doet. Bij alles wat je vindt, waar je een mening over wil hebben. Kijk nou eerst eens naar Jezus. Omdat ik denk dat je aandacht, je blik op Jezus richten, dat is iets wat je blik nooit kleiner maakt, maar altijd verruimen zal, wijder zal maken. Als je ziet op Jezus, dan geloof ik erin, dan ga je ook leren zien als Jezus. En weet u wat Jezus ziet? Vers 1 van Johannes 9. Als je een oudere vertaling zoekt, dan staat daar niet, Jezus zag een blind geborene. Dan staat daar, hij zag een mens. Hij zag een mens, ja, die blind geboren was. Maar hij zag in eerste instantie een mens. Even waardevol, even geliefd als iedereen die wel kon zien. En ik denk dat dat zo'n belangrijk verschil is. Jezus ziet een mens. En hij ziet die mens zoals die is. Met zijn gebreken, zijn mankementen, zijn blindheid, noem maar op. En dat zet Jezus ertoe aan om in actie te komen. En ik denk dat leren zien als Jezus betekent dat je je richt op die persoon die achter die eerste in het oog springende kenmerken zit. Wie is nou die persoon achter die blindheid? Wie is die mens achter die dakloze die misschien krantjes staat te verkopen bij de supermarkt? Wie is die mens achter die vluchteling op de boot waar ik vorig jaar gewerkt heb? Wie is die werkeloze die misschien niet meer weet hoe hij zijn leven rond moet breien? Het betekent dat je verder kijkt dan je neus lang is. Dat je oog hebt voor die persoon die daarachter schuil gaat. En ik denk dat dat precies is wat in de omgang met elkaar zo belangrijk is. Dat je je niet alleen maar blind staart op die malgeverfde haren misschien. Of de lengte van iemand. Of ja, iemand die een beetje druk praat. Of iemand die misschien teruggetrokken is. Heb nou proberen oog te hebben voor wie die mens achter de eerste kenmerken nou is. Ik zou u willen vragen, als u iemand bezoekt, ga dan niet met de Bijbel in je tas langs die deur om iemand eens even flink te vertellen wat God nou allemaal wel en niet goed vindt aan zijn leven. Maar ga dan op bezoek met een open hart.
En luister gewoon naar iemand. En dan mag je hopen dat ingaandeweg in dat gesprek, dat er een ontmoeting komt van hart tot hart, van mens tot mens. En ik geloof dat in zulke gesprekken God zich zomaar kan laten vinden. Daar hoef je dus helemaal niet zoveel bijzonders voor te doen. Echt luisteren naar de ander. Ik denk dat dat al een bijzonder en kostbaar geschenk genoeg is. Als je zomaar in die ander iets van God mag ervaren. Ik geloof erin dat wie ziet op Jezus, zal leren zien als Jezus. En dat dat je eigen beeldvorming van mensen ruimer maakt, wat lucht geeft. Jezus is immers de enige die je een juist beeld van God kan geven. Kijk maar eens naar de discipelen, heel even terug. Die hebben in het begin net zo'n beperkte geloofsovertuiging als die farizeeërs. Want zij geloven ook dat de man blind is om wat hij of zijn ouders misschien fout gedaan hebben. Dat hij gestraft is voor zijn zonde. Ja, dat was ze zo geleerd. Die discipelen die wisten ook niet beter dan dat. Maar ze doen één ding anders. Zij gaan met hun ideeën naar God. En ze gaan met de vragen die dat oproept naar Jezus toe. Ze staan er voor open om iets nieuws te leren over God. En dan zegt Jezus tegen hen: jullie zitten op het verkeerde spoor. Die man is niet blind als straf voor zijn zonde. God straft die man niet, let maar eens op. Hij gaat die man rijkelijk zegenen. En op het moment dat die discipelen daarvoor openstaan, komt als het ware ook dat licht van Jezus in hun leven binnen. Ik ben het licht. En Jezus is het licht voor deze blinde man. En hij laat hem zien. Hij geeft hem licht in zijn leven. En Jezus is ook het licht in het leven van die discipelen. En hij neemt als het ware die blinde vlek, die verkeerde geloofsvoorstelling van ze weg. En hij laat hen zien dat God licht is. Alleen maar licht. Er is in hem immers geen duisternis te vinden. En zo wil Jezus ook zijn licht laten schijnen in uw, in jouw en in mijn leven. En wil hij bij ons als het ware die blinde vlekken wegnemen. Wil hij je zicht geven op de mensen om je heen, ja, en op de God die zijn vader is. En Jezus vat het, ja, zoals Jezus het alleen maar kan, prachtig samen. En hij zegt: ik ben het licht van de wereld. En als jij mijn licht nou in jouw leven laat schijnen, dan word je, net als die blinde man was, ziende. En dan komt er licht in je leven binnen. En door dat licht zul je steeds meer van de mensen gaan zien. En door dat licht, door de mensen heen, zul je ook steeds meer van God gaan zien. Nou, zo'n blikveld, zo'n gezicht wens ik jullie allen van harte toe. Amen. Om alles nog eens een beetje te overdenken, te laten dalen van hoofd naar hart, luisteren we naar een prachtig lied van Sela. En dat heet Blijf in mij. Kom je mee en volg je mij, ik roep je bij je naam. Zul je gaan waar ik je leid, ik maak je nieuw voortaan. Laat mijn diepe liefde zien, laat zo zien dat jij mij dient. Laat mijn leven groeien diep in jou en blijf in mij. Laat je blinde mensen zien en maak je slaven vrij. Help je armen ongezien. En doe je dat voor mij? Doe je vreemdelingen recht, zoals ik je heb gezegd. Ik beantwoord hun gebed in jou en jij.
leef je nu voor mij. Want je wint je leven pas als jij het vindt. Zoeken in ons eigen bundel, die ook bol staat van de mooie liederen. Lied 368 op. Open mijn oor, Heer, zodat ik hoor wat u mij in wilt fluisteren. Klanken te teer voor het menselijk oor, maar die mag ik in het gebed beluisteren. En dan die vraag, spreek tot mij, Heer. Ja, spreek tot mij. Dan hoop ik dat het niet zomaar woorden zijn die u makkelijk zingt, omdat u ze al heel vaak gezongen hebt. Maar dat u denkt, ja Heer, spreek tot mij. Dat ik meer opmerkzaam zij, dat ik met andere ogen ga kijken wat het is dat u in mij wil volbrengen. Spreek tot mij, Heer. Ja, spreek tot mij. We zingen met elkaar de woorden van het eerste couplet. Open mijn ogen. Ik zie wat ik nog niet kon aanschouwen, dat ik zie wat ik eerder nog niet zo kon zien. Toon mij de rijkdom die u ons biedt als wij op u vertrouwen. Want het kan ook best eng zijn om ineens andere dingen te zien in je geloof. Andere dingen te horen die je misschien nog nooit eerder hebt gehoord en die je aan het nadenken zetten. Maar dan mag je erop vertrouwen dat God erbij is. Spreek tot mij, Heer. Ja, spreek tot mij. Dan zingen we ook de woorden van het tweede couplet. En daarna is er ruimte voor iemand die misschien een kort gebed uit wil spreken. En wil vragen, Heer, help ons om met ogen van Jezus te zien. Maar we zingen eerst de woorden van het tweede couplet. Thank you.
Heer, dank u wel dat we zo vanmorgen in uw licht mochten zijn. Heer, en u kent ons allemaal en u weet ook dat er soms dingen in ons leven zijn die maken dat we u niet meer goed kunnen zien. En als we u niet meer goed kunnen zien, Heer, dan kunnen we u ook niet goed volgen. En ik wil u vragen, Heer, vergeef ons dat wat niet goed was en wat misschien tussen ons en u instaat. Heer, en dank u wel dat de genade van de Heer Jezus ons dat wil vergeven. Heer, en dat Hij ons voor wil gaan op een nieuwe weg. En dat Hij ons wil leren kijken met nieuwe ogen. Heer, geef ons veel van uw geest om zo op weg te gaan. Als mensen die iets van uw liefde gevoeld en gezien hebben, Heer. En daarvan uitdelen, rijkelijk aan mensen die in het donker zijn. Om wat voor reden dan ook. Heer, ontferm u over ons en ga zo met ons mee. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Dan zingen we ook de woorden van het laatste couplet. Open mijn hart, Heer, dat ik aanvaard. En je mag het aannemen, zet je hart er maar voor open. Wat u, uw kind, wil geven. Door de mensen om je heen, door de liefde te verspreiden. Je mag het aannemen, wat God aan u, aan jou persoonlijk wil geven. Open mijn hart, Heer, dat ik aanvaard. Zo van de woorden van slotlied, want dan is het net of dat het, hebben we het goed gehad met de Heer en met elkaar, dan stopt het hier, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Laat het een lied van de week zijn en ik heb gekozen het zegenlied van Sela. Misschien kunnen we dat, als u in de gelegenheid bent, staande zingen. Geef mij zegen, maar zegen mij vooral ook om die ander tot zegen te kunnen zijn en zo uw liefde te kunnen zien, te voelen en ook daar weer van uit te delen. En daarna mag ik u woorden van zegen persoonlijk meegeven. Safe.
mijzelf tot bron van zegen zijn. Deze woorden in je hart en in je gedachten mag ik u het mooiste meegeven wat ik u maar meegeven kan. En dat zijn woorden van zegen van God zelf, die bij u is en die bij u blijven zal. Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je maar leiden. Ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te mijden. Maar wees niet bevreesd en ga, vertrouw op de Geest. Die zal je van angst bevrijden. Ga dan op weg en ontmoet op de reis medemensen. En geef aan een ieder wat je jezelf toe zou wensen. En dan, onder het gaan, zul je die ander zien staan. En overschrijd je je grenzen. Ga dan op weg. En schud van je af je twijfels en zorgen. Ga en ontdek wat in Gods naam vandaag nog voor jou is verborgen. En houd op het licht van Jezus altijd je ogen gericht. Want Hij zal je kracht zijn voor morgen. Amen. Amen.